Barendrecht, tiende in de topklasse zaterdag, won in de eerste ronde na verlenging van De Ster. Neemt het op tegen FC Groningen, de nummer 10 in de Eredivisie. En het wordt 0-1, 18e minuut. Danny Hoessen scoort zijn eerste doelpunt in dienst van FC Groningen. 6 minuten later is het weer prijs. Michael de Leeuw, mooie goal. Ineens uit de lucht genomen. En het staat 2-0 voor de ploeg van Erwin van der Looy. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Antonia stuurt Hoessen weg. Hoessen met de voorzet bij de tweede paal. En daar is Nick van der Velde. Het staat 3-0. FC Groningen kent dus een makkelijke avond. Vorig seizoen nog uitgeschakeld door NEC. En het gaat nog een keer scoren. Op aangeven van Charon Sherry scoort Antonia. 4-0 voor FC Groningen. In de slotminuut van de wedstrijd mag Barendrecht nog iets terugdoen. Het gaat de eer redden. Dit is Danny Monster. En de 1-4 komt op het bord via Daniel Essayas. Groningen heeft een makkie. 4-1. 3500 mensen op Sportpark Everbos in Emmeloord. Flevo Boys tegen Groningen. Groningen komt op voorsprong door een doelpunt van Danny Hoessen. Scoorde ook al afgelopen week einde. Dat was zijn eerste in de competitie. Nu dus de eerste treffer in het bekertreffen tegen Flevo Boys. 2-0 wordt het in de 28e minuut door een goal van Joël van Nief. Flevo Boys staat vierde in de hoofdklasse C. Erwin van der Looy, de coach van Groningen, ziet dat deze tegenstander weinig problemen oplevert voor de Groningers. Fraaie kopbal van Michael de Leeuw voor de 0-3. In de 40e minuut gebeurt dat. Wiljan Mossing-Holstein, de coach van Flevo Boys, ziet dan een grote uitslag aankomen. Maar kort voor rust doet de thuisploeg iets terug. Fout van Hiarie. Het doelpunt is van Bergtop. 1-3. In ieder geval de eretreffers dus voor Flevo Boys. Maar in de tweede helft gaat het hard. Islamovic, ingevallen zweet, maakt er van dichtbij 4-1 van. Groningen startte in de sterkste opstelling. In de tweede helft wordt er gewisseld. Komt onder meer Islamovic dus in de ploeg. Even later wordt het 5-1. Het is de tweede treffer van Michael de Leeuw. Gemakkelijke avond dus voor FC Groningen. Dat komende zondag in de competitie tegen NAC Breda moet. Dan een strafschop. Dit lijkt me een overduidelijke overtreding. Gefloten door Richard Martens, de scheidsrechter. De Leeuw achter de bal. En die schiet zijn derde binnen. Zij het met enige vertraging. 6-1 is dan de stand. Berg maakte er ooit 4-1 wedstrijd. Een officiële wedstrijd voor Groningen. De Leeuw doet nu hetzelfde. Zijn vierde treffer dus. In de slotfase wordt het ook nog 1-8. Laatste goal komt op naam van Kappelhof. Dat is een makkie. Sherry. Weer naar Mahi. Krijgt wat ruimte, zoekt de achterlijn. Kijkt dan naar wie die kan pasen. Of het hoekje zoeken. Waar keeper Zwarthoed ook niet meer op rekent dat die bal in zou kunnen vliegen. De Leeuw en Hoessen. De schiettent is geopend. Maar hier gaat dan neer. En ja, hier is het liefst wel bijna verontschuldigend. Het is een strafschop. Een overtreding gemaakt door Kevin Brands. En Nick van der Velde achter de bal. En hij maakt de goal. FC Groningen toch niet echt een cupfighter. Slechts één keer haalden zij de finale. Dat was in 1989. Maar hier in ieder geval weg de laatste 8. Want hier is De Leeuw met een prachtige goal. Sherry, dat is een lekker balletje. Hatenboer. Krijgt hij nog voor het doel? Ja, en daar is het doelpunt. Nee, is het Hens? Ja, en dan zou het nog wel eens rood kunnen zijn. Oh, wat gaat er gebeuren? Wat doet Kuipers? De Leeuw kopt, bal van de lijn gehaald. Ja, rood. Oh, 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 Vitesse. 60 minuten lang. Veel en veel beter. En opeens lijkt het allemaal voorbij. Met de strafschop tegen. De Leeuw nu al toegezongen. Maakt hij de 1-0? Nee. En de rebound? Ja, dat dan wel. Sherry tikt hem in. De enige andere speler die bij Groningen die eigenlijk dit seizoen kan scoren. En zo leidt de thuisploeg dan toch. En is Room degene die baalt. Antonia. En daar is De Leeuw. 2-0. Het lijkt beslist. Een penalty niet aan hem besteed, maar deze kans wel. Van Nief. Is er heel makkelijk langs. Van Nief zelf. Oh, ho, ho!
doelpunt. Joël van Nief. Sherry met de vrije trap. Het kan natuurlijk nog veel meer worden voor Groningen. Kieft en Belt, ja hoor. 4-0. En ook deze mag er zijn. En Bos weet, ja. Het is weer zover. Hoesse. Goeie bal op Sherry. De bal terug is ook goed. Hatenboer, ja! Hatenboer is het. En Groningen leidt. Daar is Bottegi. Lindgren, Sherry, Hatenboer. Verdedigd door Matthij, opgevangen Roesnak. Burnett komt buitenom, Roesnak schiet zelf en scoort! Vlak voor rust en vlak na rust slaat FC Groningen toe. Hatenboer. Makkelijk erlangs en het strafschopgebied in. Hatenboer. Voorzet is goed, afronding niet. Nog een kans en dan is daar de 3-0. En de bekerfinale voor Groningen. Sherry maakt hem. En nu is het echt feest. Nu is de finale binnen voor Van der Looy, voor FC Groningen.